afspraakjes kunnen maken. Na de zomervakantie hebben we een vervolgafspraak. Gaat. Dus er komt een vervolg na de zomer. Okay. Ik zeg kom Europees en Peet Doomsday. Ik zeg gewoon verkiezing, campagnepraatje, Europees parlementsverkiezingen. Maar we gaan het zien en meemaken, toch? Begin is er. Nu is een opening. Yes. Ik zou ook blij zijn op mijn collega's die met smart zitten te wachten, want het is niet de bedoeling dat mijn collega's maar door worden geschoven naar het vrije bedrijf door die participatiewet, want ik vocht vanuit een politieke partij al een hele tijd dat die participatiewet van tafel moest. En nu zien we oké, maar dan hoop ik ook dat hij inderdaad die informatie over DSW Zoetermeer... Ik hoop het, want... En wij gaan zorgen dat hij heeft... Er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Hij gaat het manifest doorlezen. En wat eruit komt, daar gaan wij... toezien dat dat wordt nagelezen. Ja, precies. Niet dat al die mensen bij ons vanuit de gemeente komen en dat ze dan ineens worden doorgestroomd naar de arbeidsmarkt. Want ik zeg van, je wil zelf dat de mensen een baan zoeken en dat de mensen een contract krijgen. Maar dan vind ik ook dat ons bedrijf gewoon de regels moet naleven. Van komen er mensen bij ons werken, weg met die wachtlijst. Gewoon een contract en de SW-bedrijven open zoals ze horen. Maar dat is onderdeel van, hè? Ja. Ja. Ik hoop het. Hoe ging het gesprek in, hè? Ja, ik heb hem geen hand gegeven. Waarom niet? Nou, waarom wel? Ik vind hem geen volksvertegenwoordiger. Hij laat dat eens maar bewijzen. Wat hebt u in een uur of een ruim uur, misschien wel anderhalf uur met hem besproken? We hebben een aantal punten van het manifest naar voren gebracht. Dat heeft hij ter kennis gegeven aangenomen. Maar hij moet het manifest natuurlijk nog doornemen. En daar komt hij op terug. En na de zomervakantie komen we weer bij elkaar. En wat is het belangrijkste punt uit dat manifest wat u aan hem wil overbrengen? Dat staat op de ene laatste pagina. Kunnen dat ook voor ons, kunnen wij dat namelijk uitzenden? Met behulp van de pers en de media wij willen een einde aan deze regering, een einde aan de verwarde mensen die in deze regering zitten. Wij hebben aantoonbaar gemaakt met behulp van jullie dat deze regering niet kan leiden. Wij hebben aantoonbaar gemaakt dat deze regering incompetent is. De regering heeft zelf bewezen niet in het belang van de burger te werken, maar in het belang van de rijken en van de multinationals. Ik hoop het. De bevolking is al jarenlang het leidend voorwerp en dat moet stoppen. Eerder stoppen de gele hesjes niet. De bal ligt bij de politiek en zij bepalen de verdere verloop van de protesten. Hoe reageerde Rutte daarop? Want ik neem aan natuurlijk dat ook aan hem hebt verteld. Nee, hij gaat het manifest nog doorlezen. We hebben een paar andere zaken besproken en waar hij zich in gaat verdiepen. Ja, hoe vond u dat hij reageerde? Zoals hij altijd reageert. Ik vind persoonlijk dat hij in een bubbel leeft. En hoe reageerde hij? Wat zei hij daarop toen u dat zei? Dan lacht hij, ja. U hebt niet echt het gevoel dat u nu verder bent gekomen? Nee, hij geeft nooit concreet antwoord. Maar dat zijn we wel gewend. En ik heb hem gevraagd waarom het zo moeilijk is als Mark Rutte in de pers komt om dan 3 kwartier te lullen en dan niks te zeggen. Dat vind ik heel bijzonder, maar dat zal wel een politiek gen zijn of zo. Ik weet het niet, ik kan het niet. Als iemand mij een vraag stelt, dan geef ik daar gewoon antwoord op. Ik vind trouwens ook dat deze regering volledig ruggengraatloos is. Ik heb hem wel de vraag gesteld van, goh, hoe kan je als het voorbeeld het ruggengraatloze is bijvoorbeeld dat verhaal met Juncker, dat hij dus dronken, of hoe noem je dat tegenwoordig, die nieuwe openbare dronkenschap, kramp is een kuit, wat was het? Ja, nou ja, goed. Dat is dus een nieuwe term daarvoor. Hoe hij dan een Europees leider
gaat ondersteunen. Hij had zich daarvan moeten distancieren, want dat is geen Europees leider. Daar, dat gezegd hebbende, vind ik Frans Timmermans gewoon regelrecht gevaarlijk. Dat is gewoon een regelrecht gevaarlijke man. Als de EU zegt springt, dan zegt Frans Timmermans hoe hoog. En zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Hij heeft een uitspraak gedaan, dat staat in het manifest. En dat komt hierop neer, heel kortom. Dat begrijpt het Nederlandse volk niet. En dat vind ik heel kwalijk. Hebt u het gevoel dat u iets bent opgeschoten met dit gesprek met Rutte? Dat weer wel, want ja, we komen na de zomer weer bij elkaar. Dus ja, we hebben wel het idee van, dit is toch wel een beetje een verkiezingsstunt van hem. Dus het is afwachten of hij daar inderdaad wat mee gaat doen. Of het inderdaad bij een verkiezingsstunt blijft. Of dat hij inderdaad werkelijk actie gaat ondernemen. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Dank. Hij heette u welkom op het torentje. Ja. Hij wilde u begroeten, maar u gaf geen hand. Waarom bent u dat? Omdat ik niet vind dat hij mijn volksvertegenwoordiger is. Maar goed, dan als mens kunt u hem toch een hand geven? Ja, dat doe ik niet. Ik geef alleen mensen een hand waar ik respect voor heb. En ik heb op dat moment had ik geen respect voor Rutte. En na het gesprek heeft u iets van respect? Heb ik hem wel een hand gegeven, omdat ik het idee kreeg. Ik wil niet zeggen dat ik het al heb. Een beetje hoop te hebben. Ja. En wat gaf u die hoop? De hoop is om te beginnen dat hij dus wil dat we weer bij elkaar komen. Nogmaals, of dat een verkiezingsstunt is, dat moeten we afwachten. Maar we hopen dus dat wel vervolg gaat hebben. Ja, dus u gaat nog een keer praten. Dat jazeker. Is, ja. En heeft u het gevoel dat, want u heeft een heel manifest geschreven met eisen, klachten over hoe het gaat, de politiek in Nederland. Dat zijn gewoon puur bewijzen. Ja, maar luistert hij daarnaar? Hij moet het nog lezen, dus dat zullen we gaan meemaken. Maar u heeft toegelicht, heeft toch wel een indruk kunnen geven van wat u wilt? We hebben een aantal problemen aangekaart die hij erkend heeft dat ze er zijn. Ja. En heeft u ook de indruk dat hij daar iets aan wil doen of dat hij dat op een goede manier doet? Dat is een goede vraag. Hij zegt dus... Hij betrekt andere mensen erbij. Hè? Van ja, maar dat kan ik niet en dat moeten we bespreken. En er zijn andere mensen voor. En ik weet het niet. Nou, maar ja, goed. Het was een uitnodiging. U was boos in Roermond. Tenminste, daar is het begonnen. Nog steeds boos. Ja, en hij heeft een uitnodiging gedaan. U heeft een gesprek gehad. Een vervolggesprek komt er. Dat moeten we even afwachten. Ja. Maar u zegt dat is in ieder geval een begin. Nou, ik vind dat wel een... Kijk, als dat vervolggesprek er is, dan gedraagt hij zich... Als een volksvertegenwoordiger. Het zou mooier zijn als hij dus de problematiek die in het manifest staan, dat wij onze conclusie van dit manifest kunnen intrekken. Want dat zou het mooiste zijn. Ja, want u wilt dat hij gaat. Op dit moment wel, ja. Dank u wel. En heeft tegen hem ook gezegd dat jullie dat willen? Ja. En hoe reageerde hij daarop? Hij zei gewoon niet. Oké, dus dat had je min of meer verwacht, denk ik. Tuurlijk, ja. 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 Hij zegt van oké, ik ga het doen. Oké, maar ja, sorry, ik heb het begin van het gesprek gemist. Maar hoe heb jij het ervaren? En wat denk je dat je hebt kunnen bereiken als je iets... Ik weet het niet. We hebben eigenlijk... Wat hebben we bereikt? We hebben bereikt dat hij naar ons heeft geluisterd. Maar goed, er zijn een aantal factoren die daar bij meespelen. Onder andere de Europese verkiezingen die eraan komen. En, je denkt dat hij daarom dat gesprek wilde? Ja, dat denk ik. Ik denk nog steeds dat het een verkiezingsstunt is. En, maar goed, dat zal blijken met het vervolggesprek als die er komt. Wat voor toezeggingen heeft hij gedaan? Dat vervolggesprek heeft hij gedaan. Dat is enige concrete toezegging naar jouw idee. Ja. Er zijn nog wel meer toezeggingen gedaan. Maar daar komt hij zelf mee naar buiten. Oké, daar wil jij niks over zeggen? Nee, dat laten wij ook bij jou. Ja. Oké. En na de zomer zouden jullie nog een gesprek hebben? Ja. Hebben jullie al die actiepunten naar voren? Nee, dat is te kort. Daar hebben we te kort tijd voor. Je hebt een vraag, hij geeft antwoord. Er komt weer een andere vraag op. En dan heb je gewoon een hele avond nodig. En dat gaat gewoon niet. Kun je kort even aangeven hoe het gesprek verliep? Dus goed, prima. Het gesprek is verder prima gegaan. Ja. Maar jullie begonnen met je punten? Of begon hij iets te zeggen? Nee. Wij zijn om de beurt met onze punten begonnen. En die staan ook in het manifest. We hebben ze niet allemaal kunnen benoemen.
Maar hij erkent de grote ongelijkheid. Erkent hij wel. Het heeft een inkomensongelijkheid? Niet alleen, het is ook op rechterlijk, op rechtsniveau. Je kan je recht niet halen. En dat is eigenlijk heel kwaad. Hij weet ook heel veel niet. Het is me opgevallen. Ja. Jullie zijn natuurlijk ook heel kritisch op de EU. Hebben jullie het daar nog over gehad? Over de Europese Unie? Niet inhoudelijk, wel over Frans Timmermans, want die man moet gewoon weg. Maar bij niet inhoudelijk op de EU zelf. Maar dat staat wel in het manifest en dat gaat hij lezen. Dus...